Welkom bij een nieuwe aflevering van Cranang Tori. Vandaag hebben wij een luchtig gesprek met dokter Anders Bim Bakker. Volgens de heer Bakker is de Nationale Partij niet de Nationale Partij, surinaam die hij kent, als van ouds. En ook over belangrijke veranderingen die hij graag ziet binnen de partij. Dr. Bakker, welkom in het programma. Dank u. Kun je ons vertellen hoe wij ons politiek systeem kunnen verbeteren of reorganiseren? Ja, dat is uh, heel hard nodig, omdat we zien dat het politiek systeem niet functioneert. En dat is al jaren zo. Problemen worden niet opgelost. Politiek is een zero sum game. Mijn winst is jouw verlies. Uh, het is dus plus één min één, som is nul. Dat komt doordat er een constante machtsstrijd is. Mensen zijn bezig met machtsstrijd in plaats van met het oplossen van problemen. En uh, dat is dus een heel groot probleem voor Suriname, omdat we zien dat het land eigenlijk niet vooruit komt en er worden geen beslissingen genomen. Uh, neem bijvoorbeeld de grootsector. De grootsector wordt, wordt, wordt niet gereguleerd, het binnenland is niet onder controle van de staat. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat Suriname een falende staat is, omdat alleen. De staat alleen functioneert in Paramaribo in het kustgebied. Het functioneert niet in het grotere deel van het land, uh, waar dus eigenlijk uh, uh, drugshandel, uh, illegale goudmining, uh, gebruik van kwik en dat soort zaken een, een grote rol hebben. En die hebben een grote impact op Suriname, op alles van ons. Er is een informele economie waar uh, eigenlijk bijna misschien meer geld rondgaat dan in de formele economie. Geld dat komt uit de goudsector, uit drugs, etc. En dat geeft een scheefgroei van alle instituten in het land. Ik zie dat vanaf politieke partijen tot instituten van de staat zoals de politie geïnfiltreerd worden door twijfelachtige elementen. En dus we hebben dus een heel groot probleem in Suriname. En als we niet oppassen glijden we langzaam af, steeds meer af. Naar situaties die we in andere landen in onze regio zien. Zoals Haiti, El Salvador. Waar grote gebieden van het land onder de juk zitten van gewapende bendes. We zijn nog niet zo ver. We zijn nog niet zo ver. Want eh, eh, er zijn nog elementen zoals de, de, de druk vanuit Franciane. De steun vanuit Franciane. En, en internationale steun. die helpen dus de overheid om bepaalde dingen nog in stand te houden. Maar eigenlijk. Is Suriname gereduceerd tot een smalle stroop langs de kust? Zodra je dieper in het binnenland, hoe dieper je in het binnenland gaat, hoe minder gezag de staat heeft. Dus we hebben een groot probleem en, en dat moet dus veranderd worden uh, door een, een ander politiek systeem. Een systeem dat niet gebaseerd is op machtsstrijd uh, tussen kapitaalsgroepen, want de situatie die we hebben is dat eigenlijk de middenklasse en het maatschappelijk middenveld in de klem zitten en niet vooruitkomen, doordat het, het grootkapitaal en de mofina eigenlijk steeds met elkaar bezig zijn. De, het grootkapitaal koopt de stemmen bij de mofinas en uh, 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 er komen dus geen goede mensen in de regering. Er komen geen goede mensen in het parlement. Dus er is geen vooruitgang. Men vecht el met elkaar en men houdt zich niet bezig met we we samenwerken om problemen op te lossen en dus dat is het grote probleem en de, uh, wat dus in feite moet gebeuren is dat de, uh, uh, in ieder geval er een politieke partij moet komen die eigenlijk tegenwicht kan bieden tegen al die etnische partijen want alle politiek in Suriname is etnisch geworden en iedereen bundelt maar iedereen bundelt etnisch niemand bundelt eigenlijk voor het algemeen belang dus er moet een partij komen die een bundeling is van de stabiele groepen in het land. Dat zijn de stedelijke middenklasse, dat zijn uh, uh, de, is de georganiseerde arbeid, de intelligentsia en de, de lokale ondernemers. Dat zijn de vier groepen die eigenlijk uh, vanaf, van ouds, toen de NPS werd opgericht in de jaren 40 van de vorige eeuw, was dat eigenlijk op basis van de NPS. De NPS was geen etnische partij, het was een nationale partij, letterlijk. And, uh, die, 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 die coalitie, die maatschappelijke coalitie van die vier groepen die ik noemde, de stedelijke intelligentie, de, de georganiseerde arbeid, de stedelijke middellange georganiseerde arbeid, de intelligentie en het lokaal ondernemerschap, die vier groepen, die, die moeten eigenlijk gebundeld worden, want die kunnen een tegenwicht vormen tegen die tegen die die die, die, consies, die, die steeds de mafinawoners misbruiken en omkopen. En, en waardoor er geen constructieve politiek mogelijk is. Want die, die, conchies, die ethische conciënties bestrijden elkaar continu. En door die continue machtsstrijd wordt er geen vooruitgang geboekt. Want ze, ze zijn steeds bezig elkaar te bestrijden. En dat is een, een politiek van zero-sum games. Zero-sum games, dat zijn spelletjes waarbij niemand wint, Want mijn winst is jouw verlies. Maar totaal is er geen winst. Want ik ben plus één, jij verliest min één, samen is het nul. Dus dat is wat er aan de hand is in Suriname. En dus we moeten eigenlijk weer een partij hebben zoals NPS vroeger was. Dat was de, de NPS Van ouds was een partij die deze vier groepen bundelde. En dat moet weer gebeuren. Maar dat is er nog niet. En de, um, uh, er is dus nu een initiatiefgroep in de NPS opgericht. Die dus eigenlijk drie dingen maar vraagt. En dat die drie dingen zijn: ledenregistratie, wijziging van de statuten, zodat iedereen stemrecht, alle leden stemrecht hebben. En tenslotte verkiezingen. En liefst nog voor de grote verkiezingen van 25 mei. Moeten er in de partijen verkiezingen komen? En dat kan, als we willen. Het is heel makkelijk. Ledenregistratie is zo gedaan. Statutenwijziging is zo gedaan. En uh, verkiezingen zijn zo gedaan. In de partij. Uh, het kan gedaan worden. Maar er moet wel een wil aanwezig zijn om die drie dingen te realiseren. Maar dat zien we niet gebeuren. We zien eigenlijk jammer genoeg dat de NPS uh, op dezelfde ouderwetse manier te werk gaat. Vlaggen uh, rondlopen in buurten en vlaggen opzetten. Dat is het niet. In deze tijd met, <laughs> waar iedereen uh, 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 Whatsapp en, en Facebook en internet heeft. En iedereen rondloopt met een smartphone. Is het, is, het, is het politiek een heel andere game geworden? Maar je ziet dat al die overkwartieren precies op dezelfde manier doorgaan. Ze kunnen niet anders. Ze hebben geen fantasie. Ze hebben geen intelligentie. Ze kunnen alleen maar die oude, diezelfde oude procedures weer herkouwen, herkouwen, steeds weer. En uh, ik hoop echt hoor dat het lukt. Al is het niet dat we dat hele traject van de registratie, statutenwijziging en verkiezingen. Voor 25 mee kunnen doorlopen, maar dat er een intentie aanwezig is. Dat de, de leiding zegt: van Jongens, jullie hebben, hebben gelijk. Laten we, het, laten we de handen in elkaar slaan en het doen. Laten we, uh, uh, we overeenkomen met elkaar dat, de, uh, dat jullie, die nu als opposanten in de partij zijn, dat jullie mee kunnen doen. Dat we samen kunnen werken om de partij weer uh, de, de, die, die status van ouds te geven. De NPS als van ouds. De NPS als van ons. We hebben geen nieuwe weg nodig. Die nieuwe weg, waar, waar wat is voor nieuwe weg? En dan ga je weer lopen met, met vlaggenstokken planten, vlaggen planten in mensenhuizen, Of mensen erven. En als je naar een week gaat, zijn ze weer weg. Nee, zo werkt het niet hoor. Het werkt niet zo. Zou je ons kunnen vertellen wat uh, als er nieuwe ontwikkelingen zijn binnen de NPS? Wel, er zijn zeker wel. Uh, kijk, de teleurstelling in de oude politiek is heel groot. Maar er is ook een etnische polarisatie aan de gang. En het is jammer dat de NPS zich niet distancieert van die polarisering, van die etnische polarisering, maar juist eigenlijk, ja, in die richting lijkt te bewegen, want in 2019, vijf jaar geleden, is Gregory Rusland naar Mapane gegaan en heeft daar een sferie gemaakt met Ronnie Brunswijk om de, de Afro-Surinamers te verheffen. En als u dan de volgende moment ziet dat twijfelachtige figuren van, als parachutisten neerdalen op de top van de NPS, niet dat vanuit de bodem komen mensen boven, vanuit de, vanuit de grazenissen komen mensen boven, maar nee, van buitenaf komen mensen. En die mensen hebben niet de cultuur van de NPS zoals die van ouds is. Maar het is een andere cultuur. En ik vind het jammer dat de NPS dus... Er zijn nieuwe ontwikkelingen, er zijn kansen genoeg. Een van de grote kansen is natuurlijk die etnische polarisatie. Want heel veel creolen zoeken nu naar, ja, zegt de in de NDP, uh, de VHP uh, is afgekikt. Dus iedereen kijkt nog naar de NPS. Maar de NPS moet opstaan om die rol op zich te nemen en zijn schouders om die job te zetten. Maar dat kan je alleen als je dus die democratisering hebt. En als je die bundeling weet te maken van die stabiele groepen die dus het cement van de samenleving vormen. Het cement van de samenleving. Want we moeten ons verzetten tegen die onzalige alliantie van de, het grootkapitaal en de Moffina's. Want die hebben ons in de klem. De, 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 het grootkapitaal koopt de stemmen van de, de Mofina's. En, en, en dat geldt dat geldt voor alle partijen die nu in het parlement zitten. Dus. Uh, Iedereen kijkt uit naar de NPS. De NPS heeft kansen om, het, uh, om uh, goed uit de bus te komen. Maar het is niet genoeg als je alleen maar op de stemming, die, 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 die anti-stemming die er nu heerst tegen de VHP, dat je alleen op basis daarvan terugkeert. Je moet komen met een positief, een positief verhaal. Een positieve toekomstverhaal. Een, een verhaal voor de toekomst. Voor, voor, voor ons allen. En we moeten naar een politiek die. Afstap van groepsbundeling naar bundeling voor algemeen belang. En dat, ik zie dat de NPS die potentie heeft, maar het komt niet na, naar buiten omdat de leiding de, uh, eigenlijk zich niet terug kan vinden in die, in die lijn. Er is een andere lijn. Ik zal niet zeggen wat voor lijn, ik weet niet precies wat voor lijn. Maar de NPS heeft grote mogelijkheden. Maar dan moet de NPS zichzelf ook eerst ready maken. Om die mogelijkheden te benutten. Want je gaat die mogelijkheden niet kunnen benutten als je op dezelfde oude manier doorgaat. Als je een kopie wil, wil worden van de NDP, dan mag het. Maar dat is niet de juiste weg. Het is wel een nieuwe weg, maar het is niet de juiste weg. Wat zou de partij uh, kunnen doen om de etnische polarisatie uh, weg te drukken? Ja, om weer te worden de partij van de stedelijke middelklasse. Van een partij met een bepaalde cultuur. Een partij die, die, die westers georiënteerd is. Een partij waarin de, 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 de Nederlands sprekende mensen de, de kern vormen. De partij waarin de arbeidersklasse, de georganiseerde arbeidersklasse, niet de hosselaars, de georganiseerde arbeidersklasse, de vakbeweging ge, uh, 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 aan tafel zit. Een partij waarin de lokale ondernemers aan tafel zitten. En de En Want vanochtend... De, de NPS, toen het werd opgericht, was het een partij van deze vier groepen. En dat moet terugkomen. NPS moet weer als van Oost worden. De NPS moet niet zeggen, voor we gaan een nieuwe weg, maar er is een nieuwe weg. Eigenlijk diezelfde oude weg. En die verouderde weg. De verouderde weg moeten we verlaten. Dat is de weg van uh, 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 uit de regering stappen. Dat is niet de manier. Midden in de crisis. Midden in een crisis, samen met de VHP, toen had de NPS de leiding. Heeft NPS twee structureel aanpassingsprogramma's uh, georganiseerd en, do en doorgemaakt en af uitgevoerd. En nu zitten we in de derde. Ook weer NPS-VHP, maar wat gebeurt er? De NPS stapt eruit. En dat is niet de lijn. Dat is niet de lijn van constructie en samenwerking. Dat is de lijn van opportunisme, want is, je berekent dat. Oh, dus Manuel regering die is dan ook op mijn hart Is opportunisme is moreel zwak en is ook politiek laf. U heeft daar het aangegeven dat de NPS dat u de NPS weer wilt als vroeger, als toen. Als van ouds dat zei u. Ja. Wat wilt u dat de NDP of welke verbeteringen moet de NPS hier aanbrengen om weer als vroeger toen ze dus aan de macht waren? Hoe wilt u dat bereiken? In de eerste plaats uh, uh, herstel van de democratie in de partij. Dat wil zeggen, alle leden moeten kunnen stemmen op het congres of in de partijraad. Alle, alle mensen die een lidmaatschapkaart hebben, moeten kunnen binnenstappen en kunnen stemmen. En we moeten gebruik maken van ICT. We kunnen niet op dezelfde manier werken als altijd. Je moet ICT-methodes gebruiken. En uh, als je dat niet doet, blijf je hopeloos achter. We leven in de 21ste eeuw. We leven in de ICT-tijd. En je kan dus niet meer werken op de ouderwetse manier Dat je wakker wordt in een groepje. Je gooit in een biertje, je praat. vragen. En je gooit zo. Je moet, je moet de intelligentie binnenbrengen om, om de problemen van het land te vertalen en uit te leggen aan de mensen. Je moet de lokale ondernemers binnenbrengen om de werkgelegenheid te creëren. Om een Surinaamse economie, een kleine Surinaamse economie te hercreëren. Want alles is in de afgelopen jaren van, kapot gegaan. Er werd zoveel geproduceerd 50 jaar geleden, 75 jaar geleden. Werd er werd zoveel geproduceerd in Suriname. Al die bedrijven, die productiebedrijven, zijn allemaal kapot gegaan. Dus je. Je moet de lokale ondernemers hebben. Je moet de intelligentie hebben. Je moet de stedelijke middelkassen hebben. Want dat zijn de mensen die het, de onderwijzers, dat zijn de, 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 de politieagenten, dat zijn de ambtenaren, dat zijn de dominees. Dat zijn de mensen die het land, het cement vormen van het land. Maar, maar wat de politiek is geworden: een man komt met geld, hij richt een partij op, hij op of dringt een partij binnen. En dan gebruikt hij die partij. Met, met zijn geld koopt hij mensen om. Hij wint verkiezingen in de partij omdat hij geld heeft. Want hij koopt mensen om. En dat is niet de manier. Dat is niet de manier. Dus er moet echte de democratie komen. Stemmen voor elk lid in de partijraad, CQ Partijcongres. Elk lid moet kunnen stemmen. En daarom is die ledenregistratie de eerste stap. Ledenregistratie. Want als je een partij hebt, maar ikzelf als lid van de NPS, als oud lid. Als, 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 als eminence als Als een grijze eminentie van de partij. Ik heb zelfs geen uh, uh, lidmaatschapkaart. Als je me vraagt om te bewijzen dat ik NPS ben, kan ik het niet. Ik kan het alleen maar zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik NPS'er ben. Maar ik kan niet bewijzen. Hier is mijn lidmaatschapkaart. En, en, en een, een lidmaatschapkaart is niet een ID-kaart. Een lidmaatschapkaart is een, een kaart met power. En die power die in de lidma, in dat, in die lid, uh, in die lidmaatschap is de power om te kunnen kiezen, om mee te bepalen. Want straks worden er kandidaten voorgedragen voor de verkiezingslijsten, voor de kiezerslijsten. Uh, er komen lijsten voor de kandidaten, voor de verkiezingen. Hoe komen die kandidaten op de lijst? Worden ze gekozen of worden ze vanuit de, door de leiding uitgepikt en daar gezet? Dat zijn de dingen die moeten veranderen. Want als, het, als, als, jij als, lid, sorry, als jij als lid geen power hebt, geen medezeggenschap hebt over niets, dan hoe ga je dan uh, uh, verantwoordelijkheid ontwikkelen? Hoe ga je je eigen verantwoordelijkheid voor het land helpen ontwikkelen? Het kan niet. Dus willen we, willen we naar verbetering? Het is een, niet een weg van 1, 2, 3, heel snel, maar de eerste drie stappen zijn duidelijk. 1. Ledenregistratie, twee, statutenwijziging, zodat alle leden mogen stemmen, en drie verkiezingen. Het bestuur moet worden gekozen door de leden in een, in een geheime stemming waar alle leden kunnen meestemmen. Dat is het eerste. Want de democratie verschoont zichzelf. Want ook al worden verkeerde gekozen, dan is er mogelijkheid voor correctie. Maar als er geen democratie is, dan blijven besturen en voorzitters 15 jaar en langer aan. Het is ongehoord. Het is ongehoord, want we weten allemaal, macht corrumpeert. Mensen die macht hebben denken dat ze slimmer zijn, dat ze alles beter weten, dat ze mooier zijn. Dat ze eigenlijk het, het recht, een natuurrecht hebben om daar te zitten. Maar het is niet zo. Er zijn tal van mensen die het ook kunnen. Maar die komen nooit aan bod. Er is geen groei van onderop. Niet alleen in de NPS hoor. Alle partijen hebben aan deze kwaal. Want alle partijen zijn eigendom van een kleine groep kapitaalbezitters. En, en die, die gebruiken de partijen om de, de, de monfino wans eigenlijk om te kopen. En daardoor winnen ze verkiezingen. En de makkelijkste manier is de etnische snaar bespelen. Want dat is een hele emotionele snaar die iedereen in zich heeft. Iedereen heeft de natuurlijke neiging om te stemmen voor mensen die op hem lijken. En als dat misbruikt wordt, als je dat niet een beetje opdrukt... Dan krijg je een verkeerd soort politiek. Dan krijg je geen politiek die gericht is op. Kijk, er moet, er, verschillen tussen mensen moeten er altijd zijn. Maar die verschillen moeten niet het begin zijn van conflict. Een verschil moet het begin zijn van een gesprek van: hé, hey, we hebben een verschil. Maar hoe kunnen we toch verder gaan samen? Een verschil moet het begin zijn van samenwerken en niet het begin zijn van conflict. Maar dat is ook wat het nu is. De verschillende ethische snaren, iedereen speelt ethische snaren. En dat gaat, brengt ons land niet vooruit. Het brengt ons alleen maar verder achteruit. En de bewijzen liggen daar. Alles in Suriname is achteruit gegaan in de afgelopen 50 jaar. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sanang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Hebt u een onderwerp dat u wilt belichten? Kunt u ons gerust op WhatsApp bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze social's te volgen. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.